Bij ons in de studio twee bestuursleden van de Modern European Parliament Limburg. En dan hoor ik je denken, oh ja, wat is dat voor een afkorting? Nou, MEP Limburg, de stichting MEP Limburg. In de studio van PR. Ze is lid van de stichting, maar houdt zich druk bezig met de PR. Dan heb ik het over Hanneke van der Mortel en Roger Prudon. Die is coördinator van de conferentie die komende week plaats gaat vinden in het gouvernement in Maastricht. Daar is in ieder geval morgenavond de opening en vrijdag de officiële sluiting. Ik hoor je denken, waar gaat dit over? Ik ga het zo vragen. Hanneke en Roger, welkom in de studio. Leuk dat jullie er zijn. Hallo. Ja, hallo. Ja. We gaan debatteren en scholieren gaan debatteren. En dat zijn leerlingen uit Limburg en Belgisch Limburg. De hele komende week gaat dat allemaal plaatsvinden. En de officiële opening van die conferentie, hè, want dat is het dan eigenlijk, dat is morgenavond, zei ik net al, in het gouvernementsgebouw in Maastricht. Misschien eventjes met jullie beginnen. Hanneke, jij doet de PR, bestuurslid van MEP Limburg. Dat is wat makkelijker dan die hele afkorting. Mooi bedacht trouwens. Vertel eens even, wat gaat daar gebeuren? Nou, een hele week gaan dus inderdaad leerlingen uit Belgisch en Nederlands Limburg met elkaar in debat over Europese en dus politieke vraagstukken. Mm-hmm. Zij zullen zich hierover buigen en ze zullen samen met elkaar over in gesprek gaan debatteren, er met elkaar over gaan lobbyen. En uiteindelijk zullen zij dan een resolutie opstellen. En deze zullen zij op vrijdag voorleggen aan het parlement. Mm-hmm. En zij zullen dan besluiten of die resolutie wordt aangenomen. Ja, vrijdag de sluiting, maar ook het plenair debat, hè? Dan, ja, dat klopt. Ja. Hoe stel ik me dat voor? Hoe is zoiets in elkaar gezet? Roger Prudon, coördinator van de conferentie. Iedere resolutie begint in principe met een voorspeech. Dus er wordt iemand voorgedragen vanuit de commissie die uitlegt waarom deze resolutie precies zo goed is en waarom de commissie tot dit oordeel is gekomen. Mm-hmm. Daarna is er ruimte voor bijvoorbeeld tegenspeeches en daarna vindt het echte debat plaats, waarin dus iedereen, net zoals in de Tweede Kamer, gewoon een interruptie mag doen, vragen mag stellen, kritische noten mag aanmerken en zo het debat een beetje op gang te houden. Wat zijn onderwerpen waar het over gaat dan? Er zijn 7 onderwerpen in totaal. Het is heel variërend, want we willen onze deelnemers natuurlijk met allerlei problemen in aanraking brengen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een Europees leger dat gevormd zou kunnen worden. De vrijhandelsverdragen worden besproken, maar ook ontwikkelingssamenwerking, economische zaken. Al dat soort onderwerpen zullen allemaal aan bod komen. Mm-hmm. 7 onderwerpen en die zijn vooraf zijn die bepaald? Ja. Ja. Zeiden zij in koor. Wie heeft ze bepaald dan? Hanneke, hoe worden die bepaald? We hebben als bestuur bepaalde vraagstukken dus opgesteld. En dat zijn dus, zoals het ook in het echte Europese parlement wordt besproken. Mm-hmm. En de leerlingen krijgen dan ook de tijd om zich van tevoren daarop voor te bereiden. En te bekijken wat vanuit hun delegatie. Dus zij vertegenwoordigen een bepaald land. Dus wat dat land daarover vindt. En dan zullen zij dat gaan vertegenwoordigen die week. Het zijn scholieren uit Limburg en Belgisch Limburg. Welke opleidingen volgen die scholieren? Ja, het zijn vooral leerlingen uit 4 VWO. Er zijn ook een aantal mensen uit 4 HAVO. Mm-hmm. En er zijn 2 Belgische scholen die meedoen. En ja, daar doet zeg maar de Belgische variant van 4 VWO mee. Nou, merk je daar een verschil tussen? Want in België weet ik bijvoorbeeld, niet uit eigen ervaring, maar wel van hurenzagen, zeg maar. Hè, dat de discipline op Belgische scholen bijvoorbeeld, die is veel meer dan bijvoorbeeld op Nederlandse scholen. Nou, als we kijken naar onze deelnemers, dan er zijn uiteraard vaker verschillen. Maar we merken niet echt verschillen tussen Nederlandse en Belgische scholieren. Mm. En de meeste leerlingen zijn gewoon enorm gemotiveerd. En ze leren in de week enorm veel bij. En de politiek merk je ook dat steeds meer begint te leven dan onder de deelnemers. Dus dat is wel heel leuk. Wat is eigenlijk het doel van deze conferentie de hele week? Om meer scholieren in de politiek te krijgen? Of meer mensen en jongeren te interesseren voor politiek? Nou, niet per se alleen politiek. Er is natuurlijk ook een heel groot politiek gedeelte. Maar we vinden ook heel belangrijk dat leerlingen nadenken over de dingen die spelen, de dingen die je in het nieuws ziet. Het gaat natuurlijk, als je bijvoorbeeld een referendum ziet, dat is in het nieuws en dat is heel interessant. Alleen die leerlingen die nu nog geen 18 zijn, die zullen hier ook mee te maken krijgen. En we vinden het daarom heel belangrijk dat ook zij over dat soort onderwerpen meer horen dan ze alleen maar op school horen. Mm-hmm. Je zegt 4 VWO of 4 HAVO, dat zijn dan leerlingen die nog net iets jonger dan 18 zijn, hè? Ja, dat klopt. Ja. Zijden zij weer in koor. Mooi. Dat lijkt wel allemaal voorbereid. Geweldig dit. Leuk. Morgenavond dan de officiële opening in Maastricht, in het gouvernement. Wie gaat die opening doen? Theo Bovens? Nee, meneer Bovens komt wel kort spreken. En daarnaast is er een mini-debat van 3 statenleden. Van PvdA, VVD en D66. En daarnaast natuurlijk de officiële opening door onze voorzitter. Ja, en wie is de voorzitter? Dat is meneer Sebastian Olieslagers, ook uit Limburg. Maar mm-hmm. Die kon helaas niet aanwezig zijn nu.
Nou ja, oké, anders was hij er inderdaad bij geweest. En dan wordt het 4 dagen. Dus nu zijn jullie hier bijvoorbeeld om het even te promoten. Om het op radio en tv neer te zetten. Hoe zag jullie dag er verder uit dan? Laatste voorbereidingen? Ja, precies. Vandaag zijn de laatste voorbereidingen. Vandaag zijn ook al de voorzitters en de journalisten voor aankomende week erbij. Dus zij worden ook al voorgelegd over wat zij precies deze week kunnen gaan verwachten. En allemaal kunnen gaan doen. Dus inderdaad, de laatste voorbereidingen vandaag. www.maplimburg.nl. Daar vind je alle informatie uiteraard ook op Facebook. Het is niet zo dat als mensen dit nu horen, scholieren, die denken van, hey, ik wil daar wel over meepraten. Kunnen die nog iets of is alles al in kannen en kruiken en geregeld? Nou, in principe, ze kunnen natuurlijk naar de plenaire vergaderingen, naar de opening komen. Die zijn open voor alle publiek, leerlingen, docenten, wie ook maar wilt. En als ze het echt interessant vinden, dan hopelijk is hun school dan aangesloten bij het MAP-netwerk. En als dat zo is, dan kunnen ze op school navraag doen over de activiteit waarin ze mee kunnen doen. Ja, ik vind het een hele goede ontwikkeling, jongens. En ik hoop dat het zijn vruchten af gaat werpen. Want vrijdag dan is die sluiting. En dan is alles dan klaar? Of wordt er dan ook gekeken of er met hetgeen men deze week druk mee is geweest, of daar ook iets mee gedaan gaat worden? Nou, er zullen een aantal leerlingen zullen ook wel doorgaan naar een nationale conferentie. Waarbij ze dus in Den Haag zullen gaan debatteren. En uiteindelijk zal er zelfs nog een internationale conferentie plaatsvinden. Dus het gaat wel door. En vanuit Limburg zullen we ook nog een Straatsburgreis organiseren voor leerlingen. Een Brusselreis waar iedereen mee naartoe mag. En er is nog een alumni-netwerk. Dus dat is nog zat te beleven. Oké, als je hier meer over wil weten, check het even via social media op Facebook of naar www.meplimburg.nl. Hanneke van der Mortel en Roger Predon, leuk dat jullie er waren. Dankjewel, we zijn rond tenminste, toch? Volgens mij hebben we alles behandeld, hè? Ja, dankjewel. Ik wens jullie een hele geweldige week toe. En laat daarna even weten hoe het was. Dankjewel, zo doen. Ja, dank voor jullie komst.